Hey kijkers, ik ben Mika van het kanaal MVP Movies. En vandaag is een update video. Ik film eventjes zo met mijn microfoon. Ik weet niet waarom. Ja, gewoon een beetje random. Je weet zelf. Alleen, de laatste tijd heb ik een beetje naar mijn kanaal gekeken. En toen dacht ik, weet je wat? Ik wil een comeback maken. Nou, is het zo dat ik niet echt in een groot YouTube dipje zit of zo? Of dat er 6 maanden geen video online is geweest? Nee, dat is het niet. Alleen toch wil ik betere content voor jullie pushen. Ik merk dat ik de laatste tijd gewoon... Ik heb ook... Afgelopen zondag geen video geüpload. En daarvoor volgens mij ook niet. En daarvoor dan weer wel. Alleen ik wil gewoon meer uploaden. Dat is wat ik nu jullie wil zeggen. Ik zit nu in de proefwerkweek. Het is nu dinsdag. En op donderdag is de proefwerkweek afgelopen. Dus op donderdag heb ik nog 2 proefwerken. En daarna niks meer. Ja, nog even over die proefwerkweek. Ik heb vandaag een leesvaardigheidstoets van Nederlands achter de rug. En holy shit, wat was dat een rot toets. Leesvaardigheid is echt zo'n toets die je... Weet je, ik heb wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, Frans, Spaans. Je kan het gewoon allemaal leren, weet je. Je kan het gewoon allemaal onthouden en dan weet je het. Alleen leesvaardigheid, weet je, ik lees ook soms nog wel eens. Ik kan lezen. Ik weet hoe ik een tekst moet begrijpen. Alleen, dan gaan ze bij die leesvaardigheid toetsen. Vreselijke vragen stellen. En allemaal van die valletjes zitten erin. Waar je dan in kan trappen. Echt vreselijke toets. Ik weet niet of jullie ook soms wel eens leesvaardigheid toetsen hebben. Waarschijnlijk wel. En die zijn heel erg stom. Maar goed, terug over de comeback. Ik wil ook nieuwe series op mijn kanaal gaan uploaden. Ik wil ook niet meer van die praatvideo's echt maken. Die eigenlijk nergens op slaan. Zoals dit. Maar ik wil zondag een vette top 10 uploaden. En dat daarna ergens verder in de week. Op woensdag of zo ook nog een Bert en Mika sketch. Combo. Dat zijn gewoon dingen die goed worden ontvangen. En merk ook dat die veel meer likes en weergave krijgen dan de andere series op mijn kanaal. Zoals bijvoorbeeld Q&A's of praatvideo's. En de straatzenders zijn ook super goed ontvangen. Daar wil ik jullie nog steeds super goed voor bedanken. Want dat vond ik wel echt super mooi. Want die heeft nu meer dan 1000 weergave en meer dan 100 likes. En dat is freaking vet. Dus daar wil ik sowieso meer van gaan maken. Ik wil ook gewoon challenges die jullie dan hebben achtergelaten op Instagram of op YouTube uitvoeren in het echte leven. Ja, de inspiratie in combinatie met motivatie, in combinatie met tijd, was er niet helemaal. Dus weet je, als ik geen tijd had, had ik weer inspiratie. Als ik wel tijd had, dan had ik weer geen inspiratie. Echt vreselijk. Ik weet niet of jullie dat ook herkennen. Natuurlijk herkennen jullie dat. Elke YouTuber herkent het wel. Dat je soms gewoon niet weet waar je een video over moet doen. En dat is vreselijk. Geloof mij, voor een YouTuber wil je iets uploaden? Yes, nu heb ik tijd. Kom op, we gaan het uploaden nu. Wat de fuck moet ik doen? Dat is echt vreselijk. Dat herkennen jullie allemaal, toch? Elke YouTuber. Maar jongens, ik wil dus echt een comeback gaan maken. Ik wil meer voor jullie uploaden. Dus ja, ik heb zin in de comeback. Laat een like achter als jij dat ook hebt. En dan zie ik jullie de volgende keer. Later.